De Surinaamse gemeenschap schenkt te weinig aandacht aan water en de rijke watervoorraad wordt sterk onderschat. Dit haalde minister Silvano Tjan-Ahin van Ruimtelijke Ordening en Milieu vandaag aan tijdens de interactieve discussie over waterschapsbeheer, georganiseerd door Nieuwmond Suriname. Volgens de bewindsman hebben Surinamers een mond vol over hoe gezegend ons land is, maar keren ons gezicht voor de realiteit. En die leert ons dat veel van onze wateren, zowel aan de oppervlakte als ondergrond, door ons gedrag veel gevaar lopen. Het gevaar ligt erin dat we een onverzadigbare drang hebben ontwikkeld om te produceren. En we negeren de lessen die we kunnen leren vandaag de dag van andere landen. We vervuilen onze wateren met kwik. En gisteren word ik nog gerapporteerd dat er nog veel gebruik gemaakt wordt van cyanide in onze goudvelden. En we hebben laatst ook nog meegemaakt dat we geconfronteerd werden met een oilspill die de Surinaamse rivier van een deel heeft vervuild. En wie weet waarmee we nog onze wateren vervuilen in het binnenland. We hebben niet goed zicht op wat er allemaal gebeurt. Shirley Salma Sumter, Senior Director External Relations van Nieuwmond Suriname, zegt dat het bedrijf een bijdrage wil leveren tot een goed waterbeheer in voornamelijk de Marowijnen en Komowijnen rivier. Het bedrijf vindt dat het de verantwoordelijkheid van alle bedrijven, organisaties, NGO's en de overheid is om bij te dragen aan dit doel. Wij zijn ervan overtuigd dat we een van de vele stakeholders zijn, maar dat we een hele belangrijke rol kunnen vervullen in het definiëren of misschien aanscherpen van een nationale waterstrategie. En dat wij graag een coalitie willen vormen van stakeholders die mee kan helpen om deze strategie uit te voeren. We zijn ervan overtuigd dat we een belangrijke rol kunnen vervullen bij het implementeren van deze strategie. En ik heb net gesproken met wat deskundigen van Nieuwmond en die zeggen, er is heel wat informatie die we bijvoorbeeld kunnen delen. We kunnen heel veel informatie uitwisselen met elkaar. Dus vandaar dat wij als een stakeholder zien die belangrijk kan bijdragen aan de implementatie van deze strategie. Nieuwmond Suriname wil met deze waterschapsbeheeractiviteit de bewustwording in de samenleving vergroten. Om het doel van een nationale waterstrategie te behalen, zijn er 27 belanghebbenden geïdentificeerd. Salma Sumter is ervan overtuigd dat meer belanghebbers zich zullen aansluiten om het doel te behalen. Nieuwmond Suriname vindt dat hiermee ook een bijdrage wordt geleverd aan de duurzame ontwikkelingsdoelen.